Het is nu zeker, Kattencafé Baltasar gaat er komen. In minder dan 2 maanden heeft initiatiefneemster Sander Versteeg bijna 25.000 euro opgehaald. Meer dan 500 mensen en bedrijven hebben de actie gesteund. Ik had me echt geen betere campagne kunnen wensen dan deze en ik ben echt super blij dat het gaat lukken. Er moet een katvrije keuken gebouwd worden. Dat betekent dat de keuken helemaal afgeschermd gaat worden met glazen platen. Er komt een privévertrek voor de katten. De tuin wordt opgeknapt. Het café wordt helemaal klaargemaakt zodat de katten hier fijn kunnen slapen, spelen, privéhoekjes hebben. Dat ze aan niks ontbreekt. Dus dat is vooral voor de katten en natuurlijk alle andere dingen die erbij komen kijken om een mooi huiskamercafé neer te zetten. We verwachten in juni open te gaan. Maar op de Facebook en de website, zodra we meer weten, komt daar alle ins en outs over te staan. Ja.